Goeie avond allemaal. Weer heel veel bekende namen vanavond. Vandaag is het nog eens mijn tour. Ik had er straks eigenlijk eens rondgevraagd van geef eens wat ideetjes. Want ik zat zelf wel zonder inspiratie. Er is al zoveel ondertussen aan bod gekomen. Ik heb zo'n beetje gebundeld allemaal. Sowieso gaan we zorgen dat alles heel goed vast zit. Omdat we jammer genoeg heel veel dat mondmasker moeten opzetten. Gelukkig heeft Soin Pour Soin er hele mooie op de markt gebracht. En mijn favoriet is deze koraal. Een tip om te zorgen dat dat lekker riekt, eigenlijk, ofwel als je wat fan bent van de geur van de fixeur, kun je die wat op je mondmasker spreiden. En heb je zo'n beetje die geur toch nog de hele dag. Of wat ik ook gedaan heb, het zeepje van Soin Pour Soin, wat zo super lekker riekt. Ik heb daar mijn mondmasker mee gewassen. Dus als ik mijn mondmasker op heb, riek ik de hele dag het zeepje van Soin Pour Soin. Dus ja. Er vroeg mij iemand om de multifunctionaliteit van de producten in beeld te brengen. Dus ja, bij deze. Het zeepje ook voor het mondmasker. Goed, ik ga er telkens aan beginnen. Wat ga ik een beetje doen? Zo toch wel mijn ogen wat feller aanzetten. Zo'n beetje op een zomerlook eigenlijk. Om toch een mooie gloed op mijn gezicht te brengen, ga ik de beauty oil opbrengen. Het zit in een nieuwe verpakking. Dus een beetje gelijkaardig met de twee andere nieuwe productjes die er komen. Dus het is gewoon dezelfde samenstelling. Er zitten wat goudschilfertjes in. En die geeft eigenlijk een hele mooie gloed. Gaat ook heel erg voedend werken. Ik heb zo wat droge gespleten haarpunten. Dus daar kun je die ook op aanbrengen. Dus je doet het gewoon, je haalt het eruit. Het knopje hierboven zorgt eigenlijk dat je product opneemt. Ja, ik zie hier dat mijn beeld niet goed in orde is, maar de reacties zijn erop verdeeld. Dus geen idee. Misschien even terug opnieuw opstarten. Dus ja, ik pak gewoon een tweetal druppeltjes en die breng ik aan op mijn gelaat. Ja, geen idee wat dat met dat beeld is. Voilà. Goed. Dus gestart met de beauty oil. Dan ga ik eigenlijk de beauty blender gebruiken. Om mijn concealing aan te brengen. Dus ik gebruik de kleine. Ik heb die vochtig gemaakt. En ik heb die goed uitgewrongen. Ik vind ze gemakkelijk om vochtig te gebruiken, niet nat. Dus je kunt die ook nog eens altijd even in je handdoek even uitnijpen. Het verschil met de beauty oil en de mineral primer is eigenlijk dat de mineral primer voedender gaat werken. Daar zitten ook wat meer reflecterende deeltjes in, wat soms wel een mooie gloed geeft. En de mineral primer is gewoon basic. Is ook voor alle huidtypes. Dus ik gebruik de Liquid Foundation 1.0 als concealer.
Dus ik pak een beetje product op mijn hand en ik pak die beauty blender van boven. Dus ik dip daar wat product in en ik ga eigenlijk die onder het oog aanstippen. Omdat dat zo een klein fijn sponsje is, kan ik dat eigenlijk heel gemakkelijk mooi in dat hoekje. Dus goed deppend, dan gaat dat heel erg dekkend werken. En ik mag eigenlijk een driehoek onder mijn ogen. Dus goed dat oogpuntje meenemen. Die grote beauty blender, ja, dat gaat ook wel. Hè. Zeker als die vochtig is, kun je die eigenlijk heel fijn nijpen van boven. Heb je soms wat meer in je hand vast. Maar ik vind het zo wel prima. Heb je wat oneffenheden of ontstekingen, gelijk ik nu momenteel aan de hand heb, stip ik die ook even weg. Ik zit hier met mijn pigmentplekjes. Ik ga ze nu niet helemaal wegwerken met de Sommo. Dus wil je pigmentplekjes wegwerken, kan je altijd met de lipstick de Sommo daar nog eens over gaan. En dan met de concealer erover gaan. Ah, Doreen. Ja, tof kleedje, hè. Om het vloeibaar product vast te zetten, ga ik eigenlijk met de setting powder, de Glow, die is voor mij idealer, ga ik die eigenlijk nog eens vastzetten met poeder. Ik merk zo, als ik mijn mondmasker op heb, dat ja, van boven, dat soms zo ja, wat vochtig wordt, doordat je daar ligt te ademen en dat mijn huid daar soms zo wat nou wat vettiger is. God, dat kleedje. Ik heb dat eens online gekocht. Geen idee. Hey Bianca. Dus gewoon de setting powder Glow even onder het oog aanstippen. Kan perfect met die beauty blender. Of met de concealer borstelen. Ik vind het net een iets dekkender effect hebben met de beauty blender. Dan ga ik foundation gebruiken. Goh, ik gebruik momenteel de 5 eigenlijk. Ik vind wel dat ik zo een klein beetje wat meer kleuren mag hebben. Dus ik gebruik de losse poeder 5. Met de kabuki. Goed draaien. En ook weer met draaiende bewegingen. Iemand die dat ondertussen nog niet weet, die is denk ik het afgelopen half jaar van de aardbol verdwenen. Voilà. Pak mijn hals een klein beetje mee. Dat geeft al een beetje kleur. Wat? Jo, dat is je geef er niet aan. Dat is echt de bedoeling. Echt niet. Nee. En dan om, ja, zo in de zomer ga ik eigenlijk met Le Soleil voor de brunettes. Ga ik eigenlijk ook nog eens over mijn volledig gelaat. Ik gebruik daar ook de kabuki voor. Dus ik ga eigenlijk even daar goed in deppen. Zachtjes aanzetten en dan ook goed draaien om die uit te blenden. En dan krijg je zo'n mooie zonnegloed. Dus dat kan over het volledige gelaat.
Die Soleil, ja, ook multifunctioneel, hè. Je kunt die inderdaad, gelijk ik hem nu gebruik, eigenlijk als foundation gebruiken. Of je gebruikt die om te contouren, wat ik ook nog even mee ga aanvullen. Maar dan zie je, ja, dat je zo'n beetje een mooie brons hebt over je gelaat. Dan vroegen ze mij om de contouring ook nog eens even te herhalen. Dus contouring, schaduw aanbrengen om het gezicht nog wat meer in vorm te brengen. Dus ook weer met Soleil voor de brunettes. En ik ga hier onder mijn jukbeen product aanzetten. Dat je zo wat schaduw krijgt langs de haarlijn omhoog en langs de kaaklijn. Goed doortrekken naar de haarlijn. En hier doe ik hetzelfde. Ja, is de hond buiten? Die is ontsnapt. De olie, alles van Sol Pour Sol komt na je verzorging. Ja, dus de olie, ja, weet je kunt die wel, en zelfs op vakantie zijn en gezegd, je pakt één busje mee, kun je die olie ook wel mee gebruiken, alleen meenemen. Maar het is, allee, als je gewoon je dagelijkse routine zou ik eerst je dagcreme gebruiken. Dan blush. Ik ga mijn wangen iets feller aanzetten. En ik ga eigenlijk de combinatie doen met de pêche en de brons. Dus de losse poeder pêche. Sponsje. En dan kan ik gewoon dezelfde borstel gebruiken. Ik maak hem even leeg. Anders heb ik zelfs heel mijn bruine contouring op mijn jukbeenderen hangen. En dan ga ik eigenlijk, pak ik eerst de pêche. Die breng ik op het jukbeen aan. Even hier kijken. Ziet er misschien nu iets feller uit. Maar zeker als je 's avonds weggaat, mag dat wel. En ondertussen even dat meevolgen. Maar Rijke, anders moet je eens inschrijven voor een van de workshops of de demos. We hebben er jammer genoeg een heel aantal moeten cancelen. Dus als we ons allemaal even aan de maatregelen houden, dan kunnen we misschien ook snel terug gewoon starten met alle workshops. Dan ga ik de brons nemen. Dus de brons blush, niet de brons oogschaduw. Omdat die eigenlijk een hele mooie gloed geeft. Pak wat product op en die breng ik eigenlijk aan de bovenkant aan. Eigenlijk, ja, een beetje in plaats van highlight, maar dan over uw blush. Ik weet niet of je dat goed ziet nu, maar dat geeft zo, ja, een beetje een glow. Nadien, ja, de kleuren gaan zich inderdaad, die mica-mineralen gaan zich versmelten met de huid. En dat geeft bij iedereen, ja, toch, ja, een klein beetje een ander resultaat.
En dan zie je ja, zo'n beetje die gloed op de wangen. En dan ga ik nog eens even met de kabuki erover om alles heel mooi in elkaar te blenden. Ja, die olie is heel rijk hè? En heel, heel voedend. Ja, je moet een beetje naar je eigen huidtype kijken. Als je inderdaad een vrij rijke huid hebt die al snel gaat glimmen, dan kan inderdaad de combinatie met de dagcreme te veel zijn. Maar dan zou ik inderdaad gewoon naar de mineral primer gaan. En dan zelfs met de setting powder glow krijg je toch wel een hele mooie gloed. Wenkbrauwen. Ik ga mijn ogen wat feller aanzetten, omdat de rest van mijn gezicht onder een onder het mondmasker verdwijnt. Dus ga ik mijn wenkbrauwen toch wel wat aanzetten. Dus met het potlood ga ik wat haartjes bijtekenen. Even hier in de spiegel kijken. Maar dat is een beetje gevoel, hè? Wat je wilt doen als je het wat feller wilt. Dat mag altijd, hè? Ah, Caroline. Fijn dat je het leuk vond. Dat was bij Kim zeker. Dus hier ook. Ik gebruik eigenlijk het potloodje om... Ja, ik heb geen hele volledige volle wenkbrauw. Er zijn zo een paar gaatjes in om die eigenlijk wat te vervolledigen. Nu, vanaf... deze maand, een van de komende weken, worden de waterproofpotloden worden gelanceerd. We hebben al een preview gehad en zeker de moeite. Dus hou het zeker in de gaten wanneer dat ze verschijnen. En ga ik daar toch nog even met poeder over. Ik vind dat ook nog altijd een mooi effect. Dus poeder, de kleur taupe. De nieuwe taupe is wel, daar zit een glansje in, maar dan kun je eigenlijk ook de biscuit gebruiken van de losse poedertjes. Of uit het paletje, paletje 1. Ziet eruit wel. Kunt je eigenlijk ofwel de Boucher of de Noir gebruiken. Ligt er een beetje aan, die Boucher is iets warmer van kleur. De Noir misschien heel echt zwart, maar die is wat koeler van kleur. Dus ja, kijk een beetje naar je eigen wenkbrauw en wat je daar zelf wat het meeste aansluit bij je eigen kleur. Ja, de waterproof mascara die komt ook samen met de waterproof collectie uit. Hè. Dus we zijn allemaal in blijde verwachting. Voilà. Ik ga even met het borsteltje erover. Als je nu zegt, oh, ik heb een beetje te fel overdreven, ik heb mij te zwaar mijn wenkbrauwen aangezet, met een wattenstaafje gewoon erover gaan en dan verzacht dat onmiddellijk. Voor mijn ogen ga ik het een beetje anders aanpakken. Ik ga niet onmiddellijk met de eye primer werken, maar ik ga met een zwart potloodje werken. Ik ga het zwart potloodje gebruiken als basis. Dat is wat vettiger
ook wel, dat geeft ook een vette textuur waar je poeder mooi op blijft hangen. Omdat ik eigenlijk mijn ogen wat intenser en wat donkerder wil maken. Als ik de eye primer en de beige ga gebruiken, dan gaat het allemaal wat zachter zijn. Dat kan ook perfect, hè. Maar ik wil het wat donkerder doen vandaag. Dus ik ga eigenlijk met het zwart potloodje doen. Zeg je van, goh, zwart is voor mij te hard, pak dan het bruin, hè. Dat gaat ook perfect, hè. Dus wat ga ik eigenlijk doen? Ik volg mijn waterlijn. Ik ga hier even omhoog. Hier omhoog. En tot daar blijf ik eigenlijk met mijn potlood. Hier hetzelfde. En dan ga ik een beetje inkleuren. Ik begin in het hoekje van achter. En dan ga ik dat wat uitsmutsen. Dat kan met de, ik gebruik de smutsborstel daarvoor. En, ik blijf eigenlijk op mijn oogbol. Je kunt wel wat hoger gaan. Zorg gewoon niet dat je panda-ogen krijgt. Maar als je inderdaad niet verder gaat dan je waterlijn, dan moet dat normaal wel wat onder controle blijven. Andere kant hetzelfde. De smutjes, die kattentong, ja. Ja, dat is eigenlijk een techniek die wij kregen aangeleerd voor een smoky eye te doen. Omdat je dan eigenlijk ja, echt heel donker kunt gaan. Ja, Trisha, ik zie het al helemaal, hè? Helemaal panden. Als je je schminkt, dan ben je wel helemaal panda. Met deze look. Dus dan zie je onmiddellijk dat dat al een hele donkere basis geeft. Wat ik dan doe, ook met de smudge, omdat je daar eigenlijk een kleur heel intens mee kunt aanbrengen. Nu ben ik het potloodje aan het doen nadien. Dus ik heb nu het oogpotlood heb ik eigenlijk wat uitgewreven. De oogschaduw, als je hem gaat tappen, ga je hem intenser aanbrengen. Ga je wrijven, dan ga je hem eigenlijk verzachten. Ik ga nu over die zwarte ga ik eigenlijk ja, een donkerbruine kleur aanbrengen. Dus ik ga nu uit paletje 1 een mengeling van de Boucher en de Noir nemen. En ook weer in de ooghoek. Even hier kijken. Als je een goede basis hebt, Joyce, dan blijft eigenlijk je oogschaduw heel mooi zitten. En die eye primer zorgt inderdaad heel goed dat je oogschaduw zich mooi daaraan vasthecht. Dus nu dab ik eigenlijk die kleur. Ik dab en ik strijk zachtjes, zodat ik die kleur
dat donker pigment echt goed in de huid induw. En je ziet dat ik eigenlijk ook niet voorbij die waterlijn ga. Dus ik blijf eigenlijk heel mooi hier. Dan pak ik de blender. Maakt eigenlijk niet zoveel uit of je de dunne of de brede gebruikt. Dat is een beetje voorkeur. Zelf werk ik heel graag met de Taper Blender. Dus ik ga in mijn arcadeboog die kleur wat vervagen. Dus lichtjes naar boven. En dan in die plooi naar de ooghoek. En hier hetzelfde. Ja, ik pak die arcadeboog wel mee hoor. Ja, Joyce, ik gebruik de oogprimer en zo'n glimmende huid. Probeer echt miniem oogprimer te gebruiken, want als je eigenlijk maar een heel dun laagje gebruikt, gaat die eigenlijk, ja, je mocht hem eigenlijk bijna niet zien. Dus ja. Wat ik dan ga doen is eigenlijk aan de onderzijde, hier in het hoekje, wel in mijn wimperrand. Ik ga niet op mijn waterlijn gaan, maar eigenlijk echt op die wimperrand ga ik met die smudgeborstel. Daar hangt toch nog genoeg product aan. Als je echt een heel donkere look wilt, ga je wel je waterlijn meepakken. Het zijn niet de nieuwe potloden van Saint Pourçain. De waterproof potloden die worden ook deze week gelanceerd. En zorg dat je een mooie verbinding hebt, hè. Dat je niet hier een opening hebt. Ik ga niet volledig rond. Ik ga niet volledig tot in mijn ooghoek. Ik vervaag een beetje, maar ik zorg dat ik hier nog een kleine opening heb. Als ik bedoel penselen, ik ga even kijken. Ah, de nieuwe penselen. Ja, we blijven nog altijd dezelfde penselen. Er zijn geen uitbreiding van penselen. Dit is de smudge brush waar ik eigenlijk mee werk om de kleur heel intens aan te brengen. Dat is die dunne kattentong. Zo'n dun potloodje. Een dun penseeltje. Dan voor een mooie summer evening look gebruik ik eigenlijk opnieuw de brons. De blush brons. Kan ook weer met de smudgeborstel. En die breng ik eigenlijk, ja, op het midden aan en een beetje naar voren, naar de binnenkant. Dan zie je zo een beetje die glow. Zo deppend aanbrengen. En dan ga ik nog eens even met de blender daarover.
En ook in die arcadeboog. Zeg je nu, goh, voor mij mag het ja, toch iets intenser. Ik ga graag wat intens met mijn ogen. Dan laat ik eigenlijk die schaduwlijn iets hoger komen. En een schaduwlijn verder uitblenden doe je met een schaduwkleur. Dus ik ga nu de café nemen. En die ga ik eigenlijk, ja, die arcadeboog en wat hoger aanzetten. Ja, je kunt een beetje spelen met die kleuren, hè. Wilt je het niet zo donker, gaat je naar ja, een glanzende andere kleur. Hè? De taupe gaat daar mooi mee. De soleil is ook heel mooi, hoor. Dat geeft alleen een veel lichtere look. Als je nu met een bruin potlood werkt, dan zit je sowieso al zachter. Waardoor je, ja, ook met lichtere kleuren daarmee kan spelen. Voilà. Dus je ziet dat ik nu mijn schaduwlijn iets hoger heb gebracht. Dat heb ik nu met de kleur café gedaan. Dan aan mijn binnenooghoek zet ik toch nog altijd graag een klein lichtpuntje. En de Primavera vind ik daar uit paletje 1 heel mooi voor. Zorg hier wel dat je een zuiver penseeltje voor hebt. Dat er absoluut geen donkere kleur meer aan zit. Want anders doet je heel effect teniet. En dan kan je nog altijd een lijntje trekken. Ik ga het zwart potloodje nemen. En dan maar goed breed naar de buitenooghoek gaan. Dus je mocht daar echt, ja, dubbel zo breed zitten als in het begin. Zie je, en dat geeft toch wat meer diepte aan je ogen. En ja, het ooghoekje vind ik dat ook wel mooi. Met de nieuwe waterproof collectie blijft dat in die waterlijn heel mooi zitten. Nu, als je ogen wat gaan tranen, ja, dit is geen waterproof make-up, ja, dan vervaagt dat wel. Dus dan heb je toch die gloed door die brons oogschaduw die wat terugkomt op je ogen. Dan de wimpers. Ik kreeg ook de vraag van hoe zorg je dat die heel mooi gekruld zijn. Je kan natuurlijk altijd de wimperkruller gebruiken. Nu, ik heb hem zelf niet bij op dit moment. Nu, ja, zelf heb ik een wimperlift laten doen. Dus voor mij staan ze eigenlijk al heel mooi gekruld. Maar anders zet je eigenlijk gewoon die wimperkruller daar eerst goed op.
Dus eigenlijk, ja, je volgt het, ja, de bolling eigenlijk. En je zet de wimpers daar goed tussen. En je knijpt die goed eventueel een paar keer aan. Hey, dag Betty. Dan de lash primer. Ondertussen is die echt onmisbaar geworden. In het begin, Carrie zei in de week ook nog, in het begin deed ik dat maar heel af en toe eens. Maar als je dat ene keer gewoon bent, dan vind ik dat toch echt een heel mooi effect geven. Oh, die waterproof, ik denk dat we voldoende voorraad hebben nog. En dan le volumineux. Heb je een bruine basis gebruikt, dus een bruin potlood, dan zou ik eventueel werken met de bruine mascara. Want die wordt eigenlijk zo'n beetje in een vergeethoekje geduwd, vind ik op dit moment. Terwijl die ook super mooi is. Ik ga die anders eens aan het andere oog doen. Want eigenlijk is dat ook heel mooi. Ik wissel daar eens mee af. Als ik zo geen zin heb in echt zwart op mijn wimpers. Een wimperlift, dat is eigenlijk een chemische behandeling om je wimpers te doen krullen. Het lijkt een beetje op een permanent die je zet op je wimpers. Ik heb mijn lijntje van onder wat donker eraan gezet en dan vind ik dat ook wel mooi om een heel klein beetje mascara op mijn onderste wimpers aan te brengen. Ja, Eline, de bruine is ook, ja, ik vind die ook wel super mooi. Dus ik ga hem er eens bij pakken. Dus gewoon in de witte verpakking. Zo meer een traditioneel borsteltje. Het is toch ongelooflijk hoe rare gezichten dat je trekt als je mascara aan het opdoen bent. Hè? Dat we eigenlijk ook een challenge rond moeten doen. Wie trekt het raarste gezicht wanneer die mascara aanzet? En van onder. Voilà. En dat is geen heel groot verschil, hè. Maar, ja. En ook hier weer, om je make-up look een beetje te verstrakken, gaat je terug met je concealer even onder je oog. Voilà. Als je het idee hebt dat je je mascara, je oogschaduw wat wegveegt, gaat je even met je blender daar terug over. Voilà. Goed, de setting powders. Ik combineer ze eigenlijk. Ik heb een glimmende T-zone. Heel veel dames hebben daar wel last van. Maar ik vind het dan ook weer jammer om een heel gezicht te matteren. Dus ik combineer ze eigenlijk alle twee. Dus die matte setting powder, die gebruik ik eigenlijk voor mijn T-zone.
Een beetje product. Met de powder brush. En dan ga ik eigenlijk mijn T-zone mee matteren. En dan de glow. Dan breng ik dan aan over de rest van mijn gezicht. Die setting powders gaan ook zorgen dat je poeders goed blijven vastzitten en er veel minder product aan je mondmasker hangt. Je gaat altijd wel wat productafzet hebben, hè. Dus dat is de glow die ik dan over de rest van mijn gezicht aanbreng. En dan zie je ook door die, ja, die setting powders gaat ook je blush een beetje verzachten. En dat is ook wel iets waar je rekening mee kan houden. Van als je zegt mijn blush is iets te fel. Met die setting powders vind ik altijd dat dat een beetje dempt. Dan de lippen. Sowieso gebruik ik eigenlijk alle dagen nu die lip primer. Als ik weet dat ik de hele dag mijn mondmasker moet opzetten, dan ga ik geen lippenstift opdoen. Maar ik merk dan ook wel dat mijn lippen heel fel uitdrogen. En ik merk, ik heb de indruk, met de lip primer, die voelt ook heel mat aan. Waardoor dat je niet het gevoel hebt dat die tegen je mondmasker plakt. En die gaat die lippen wel heel goed verzorgen. Zo kan perfect. Wat je ook kan doen. Ja, de fixeur, daar eindig ik mee. Wat ik ook heel leuk vind om te doen, is gewoon het potloodje hierover aanbrengen. Dus ik pak nu de kleur de Peche. En dan ga ik mijn lip mee inkleuren. Doordat die lip primer daarop zit. Ik ga eens hier kijken. Glijdt dat potloodje heel goed over je lippen. Dan komt die kleur eigenlijk heel mooi uit. Ik heb een vrij smalle bovenlip. Dus ik ga eigenlijk een heel klein beetje over dat randje. Om ze iets voller te doen tonen. Dus een kleine tip. Als je een klein beetje dat randje meeneemt. En dan tonen ze iets voller. Ja, Nathalie, wat je dan kunt doen is hopen dat je apotheek de lipscrub nog heeft. Want die is al even out of stock. Maar dat is echt een wondermiddel. Ik heb de lege flacon, want die is ondertussen op bij mij ook. Dus een lipscrub. Als je apotheek hem nog heeft, daar zitten hele fijne korreltjes in. En die gaan eigenlijk zorgen dat die velletjes loskomen. En die hydrateert ook nog eens heel goed. Wat je in de tussentijd kan doen, is met de tandenborstel daarover gaan. Dus dan komen de lipprimer gaat dan ook nog eens heel goed voeden. Wil je nog een extra glansje erover? Dan zet ik daar gewoon een klein glosje over. Ik ga de abrikoot nemen.
klaar, zei Else. Je zit nog aan het genieten van je laatste weekje vakantie. De fixeur. Ja, met dat mondmasker echt, ja, vind ik dat echt onmisbaar. Dat zet alles nog eens heel goed vast. En ik sprei eigenlijk een dubbele portie over dit gedeelte waar mijn mondmasker moet komen. Dus je mocht daar echt een beetje mee overdrijven. Dus, En dan zet dat heel, heel goed vast dan. Hè. Dus ik krijg regelmatig de vraag van, ja, wat is nu het verschil tussen die setting powders en de fixing spray? Nu, die setting powders, ja, die brengt je eigenlijk over je basiskleuren aan, maar niet over je oogschaduw, niet over je lippen op het einde. Waardoor dat je die stukjes ook wel mist. En dan met die fixing spray zet je alles nog eens heel goed vast. Plus die is ook soms lekker fris. Zeker met de warme dagen die we gehad hebben en die er ook nog gelukkig terug aankomen. Is dat echt wel een must. Dus ik ga mijn gezicht verstoppen achter het mondmasker. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ik weet niet of jullie mij nog goed horen. Maar dan zie je wel dat als je ogen wat feller aangezet zijn, ja, dat er toch nog iets van je make-up overblijft met het mondmasker. Ja. En inderdaad, als je mondmasker afneemt met de fixing spray, gaat er inderdaad minder product aan hangen. Natuurlijk hangt daar altijd nog wat product aan. Hè. Dat gaan we niet volledig kunnen uitsluiten. Ja, ja, met lipscrubs is dat heel vaak dat die heel, ja, dat een vrij grove korrel is die je lippen ook soms wat beschadigen. Dus ja, vind die wel heel aangenaam. Dus ga eens op zoek bij je apotheek, zou ik zeggen. Als hij er nog een stok heeft. En anders ga ik afsluiten. Ik denk dat morgen Caroline aan de beurt is met heel veel nieuwe dingen. Dus zeker kijken dan. Hè. Groetjes, dag!